Yo mensen, kijk een nieuwe virtual relax commentaar van Rot 17. En er is, ja, ik weet niet precies wat is gebeurd of er iets misgegaan, ik denk het niet. Heel onverwachts, want iedere dag deel ik het update. Weet ik veel wanneer, zou die komen? 24 december dacht ik. Maar nu is nu al een klein gedeelte van de update uit mijn grote verbazing gekomen. Helemaal mooi natuurlijk, ja natuurlijk is het helemaal mooi. En natuurlijk, net als vorig jaar was alles weer gratis, alleen vorig jaar was toen de kerstmis was afgelopen, waren alle spullen verwijderd. Ik weet niet of het nu ook zo is. Nu wil ik aan even lekker rustig door en dan zal ik even, ja, dan kunnen jullie zien wat het allemaal inhoudt. Stel hem niet veel voor. En hier. Boom! Ja, ik was al net al aan het kijken wat er allemaal was, ook deze gekocht. We gaan gewoon oh, deze ook al goed. En deze. Nee, deze. Oh, wacht. Dit is de kerstman, shit, hoed. Met. Ja, en dan. En dat is het, of wat? Is het de? Nee. Is dit het? Wacht, ja, en dan gaan we hier naar masks. Dit is waarschijnlijk nog een kerstmismask. Wat moeten we kijken? Oh, hier, festive, toch? Ja, dit is allemaal gratis waarschijnlijk. Kalkoen, wat super vet. Wat super vet, hé. Kijk die kerstman, wat heck. Wat is dat? Wat is de real kerstman? Is dit hem? Ja, ze hebben alle kleuren, ze willen niet racistisch zijn. Ik pak me mooi deze. Deze hebben we nog. Nog shit. Just. Dit zijn ze allemaal. Oh, dit was ook de. Nee. Oh, deze heb je. Dat is ook wel vet. Oh, deze achter hoe ze heet. Deze twee. Dit is meer. Geen idee. Oh, dit is de kerstman. Dit is hem, oh shit. The struggles are real. Welke had ik net? Ik had? Dit lijkt totaal niet. Ja, dit is hem. Ze heeft toch wel een beetje kerst, man. Dat is toch gewoon helemaal mooi. En dan laat ik jullie dadelijk zien. De kleding en dan vertel ik jullie over de update die donderdag gaat komen. Dus hou je vast. Ik zie je door. Ik zie dat hier ook een kledingwinkel is. Heeft deze winkel, ik zie ook iedereen kleren kopen en maskers, echt grappig. Heeft deze winkel ook de shit die wij zoeken? Of heeft die niet de shit die wij zoeken? Oké, waarom pak ik zo de bil? Ik weet het ook niet. Wij zoeken. Ah, deze zoeken we toch? Is dit kerstmis? Nee. Oh, dit zijn dus alle nieuwe dingen die er nu zijn bijgekomen. Het is allemaal pyjama shit. Er zit ook pyjama. Ik vind het wel leuk, ik pak hem. Elfje, deze is ook vet. Deze is echt vet. Maar toch pakken we deze. En. Yeah, eigenlijk wou ik kerstman zijn, maar ik zag iemand dat die. Ik weet niet hoe vet het is om daar een video mee op te nemen met kerstmis. Wacht, inventory, masks, of toch? Cos en body, parachute, snacks, ammo. Inventory, is niks gebeurd, outfit. Mask. Is dit de kerstman? Ja, een beetje, of niet? Serieus, geloof ik, vind het een beetje de kerstman. Dit is niet, nee man, het moet iets anders zijn. Dit is het niet. Maar in ieder geval, die vent probeert me te killen, maar dat lukt hem. In ieder geval, ik zie jullie even als ik bij mijn appartement ben, want dit is ook natuurlijk helemaal niks. Yo mensen, we zijn aangekomen bij de kerstboom. Ik vond het wel leuk om bij deze kerstboom te houden, gewoon chill. Dus dit is de locatie voor de mensen die er ook naartoe willen voor een video of weet ik veel wat. Ik heb gewacht tot het donker is, want het is gewoon leuker. En
Nu wil ik jullie eigenlijk de informatie vertellen waar jullie waarschijnlijk voor gekomen zijn. En dat is eigenlijk de update van de Festive Surprise. Ja, er zijn al. Ja, ik snap eigenlijk niet precies waarom er al een stukje van is geüpload. Maar er komen in ieder geval ook nog nieuwe outfits aan. Maskers. Heel veel loot crates en sneeuw. Nou, in ieder geval wat we al weten. Oh, trouwens, er komt ook nog. Misschien een nieuw wapen en voertuigen. Maar dat is geloof ik één voertuig, dat is een soort muzzle van 350k. Dat staat geloof ik op de bank is dat het 350k gaat kosten. Ja. Maar ik vind de kerstboom wel leuk uitzien eigenlijk. Iedereen in een appartement heeft ook kerstbomen. Ik snap niet waarom ze het niet gewoon in één update hebben gedaan, maar waarom ze zo'n klein update in twee zouden splitsen. Hij is een stuk klein om hem in twee te doen. Ik zou hem gewoon in één hebben gelaten, maar weet je. Ja, dat is Rockstar. In ieder geval de crates die zijn tot 5 januari waarschijnlijk beschikbaar. Het gebaar van deze DLC staat hier, komt naar aanleiding van de dealers actie die plaats zal vinden, als jullie het nog niet weten, van die domme Johnny's. Je kan nu door met sneeuw sneeuwballen gooien, weet je hoe super vet kan je met sneeuwballen gooien. Echt geniaal. Dus hier ben ik ook een jacht aan het doen schijnbaar, maar ik heb geen zin om te gaan. Ik wil eerst deze video opnemen. Als je het plaatje naar links drukt, raap je sneeuw op. Raap je 3 sneeuwballen op en die kan je dan weer eens gooien. Oh, super vet. Oh, en sneeuwballen doen een beetje schade. Sneeuw veroorzaakt natuurlijk gladheid en zo, dus je kan echt dikke drift video's maken, dikke madness. Er komen ook van die kerstrijden, die heb ik eerlijk gezegd niet gezien. Wel outfits, maar waarschijnlijk komen ze nog een nieuwe auto aan, kerstfit, outfits, sneeuwballen gooien en sneeuw natuurlijk. Ja, die speciale crate drops die komen, zijn kratjes met allerlei goodies, dus je weet wel, met kleding zoals gewoonlijk, RP, cash en dan natuurlijk die zeldzame t-shirts die iedereen wilt hebben. Niemand. En er zit meestal 10 kaden in en een minigun of geloof ik, weet niet zeker. Er komt ook weer een wedstrijd, zoals altijd bij iedere update, een festive. Yeah! Sorry, ik las even verder. Een festive snap merk wat de fest. Nee? Oh, ja, zoals iedere DLC komt er nu weer zo'n update. En die update die is dan natuurlijk van een festive day, snap merk wedstrijd. Maar die is al ieder jaar al, dus dat is eigenlijk niet nieuw. Maar dit ding heb ik altijd willen hebben en ik heb hem gewoon nog steeds niet, hè. En ik speel zoveel GTA en net op die dagen als die Firework Home Launcher komt, heb ik hem niet. Die komt nu naast de launcher, de Proximity Mines en de Homing Missile, komt de Firework Launcher. Weet je hoe vet? Eindelijk is die weer beschikbaar. Oh, super chill. Ja, ik denk dat het genoeg reden zijn om weer GTA te spelen met kerst. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.